Hallo, ik ben Martin voor Box Music en vandaag review ik deze Fender Classic Design Series CB60 SCE akoestische basgitaar. Nou, wat gelijk opvalt aan deze mooie basgitaar is dat deze afgewerkt is in het zwart en in het hoogglans. Het zal zeker wat blikken trekken. Maar laten we eens onder die lak gaan kijken. Waar is deze basgitaar nou van gemaakt? Nou, om mee te beginnen is het bovenblad van massief sparrenhout. Dit zorgt voor een heldere klank met veel volume, terwijl de rest van de body gemaakt is van mahonie. En dit zorgt voor een warme klank. Dus samen heb je een mooie, heldere, warme en luide klank. Maar laten we eens verder op deze basgitaar gaan kijken. Nou, als we dan van de body iets omhoog gaan, dan komen we bij de hals uit. Deze hals, die tevens ook van mahonie gemaakt is, heeft 22 vintage style frets in Fender's een zogenoemde easy to play halsprofiel. Deze is lekker smal en speelt lekker snel. Dit samen met de warme klank en het formaat van deze basgitaar maakt het een genot om op te spelen. En tot slot, en om zeker niet te vergeten, is dat er ook een Fishman voorversterker op deze basgitaar zit. Je kan het displaytje zien recht onder je neus als je aan het spelen bent. Dit zorgt ervoor dat je deze basgitaar kan aansluiten op een versterker om zodoende versterkt te spelen. Binnen de voorversterking heb je ook nog eens controle over je volume, je bas en je treble, zodat je jouw klank helemaal naar jouw hand kan zetten. En daarbovenop zit er ook nog een chromatische tuner ingebouwd, zodat je on the fly kan stemmen. Even checken voordat je het podium opgaat of deze bas nog in tune is. Dat gaat zeker lukken met deze Fishman voorversterker. Vond je dit nou een leuke review? Vergeet dan niet om even een like achter te laten op deze video. Wil je nou meer informatie over dit product? Scroll dan even naar beneden. In de beschrijving staat een link die je brengt naar onze productpagina. Hier staat alle informatie en specificaties die je nodig zou hebben. Ben je nou benieuwd hoe deze basgitaar klinkt door hem zelf een keertje te ervaren, door er zelf een keertje mee te spelen? Kom dan een keer naar een van onze winkels. Daar hangt hij namelijk voor je klaar. Ik was Martin voor Box Music en hopelijk zie ik jou binnenkort weer bij een nieuwe review.